هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي عكتي بيتاج واي واي نخيتي بيتاج واي واي خين بيتاج فور واي واي ينوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, mensen, hier zijn we weer met een gloednieuwe video, dames en heren. Ja, het is vandaag zondag. Het is kapot vroeg hier bij ons en het is echt serieus koud. De jassen komen weer de tassen uit. De jassen komen weer de kasten uit. Ik heb vandaag een hele bijzondere cadeau voor Bilo, dames en heren. Ja. Hè? Maar sowieso, voordat we verder gaan, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op het belletje te drukken. En volgens mij moet je twee keer drukken, zodat je gelijk een video van ons krijgt. Sowieso, voordat ik nu even ga zeggen wat de verrassing is voor Bilo, wil ik even zeggen voor alle comments van alle mensen, super bedankt. Echt, ik hou van jullie gewoon. Echt, jullie supporten ons gewoon gruwelijk. We zijn aan het groeien. Dus wat dat betreft, ga daar vooral mee door. Of niet? Ja, oké. Nu, dames en heren. Bilo, weet je wat voor verrassing ik voor jou vandaag heb? Hè? Vandaag, dames en heren, gaat Bilo... Khadija. Wat heb je met Khadija? Oké. Vandaag, dames en heren, gaat Bilo... Ajax. Nee, geen Ajax. Fluizen. Nee. Ik begin met auw. Vandaag gaat Bilo auw. Auto rijden. Auto rijden. Bilo gaat rijden. Hoe droog kun je reageren? Bilo mag in de auto rijden vandaag. Je gaat lessen. Je gaat leren hoe je moet auto rijden. Bij een rijschool. Ja, vind je dat leuk? Klein beetje of heel veel? Even. Dus dames en heren, Bilo gaat vandaag voor het eerst leren hoe hij moet autorijden. Wat vind je daar nou van? Hey Bilo, volgens mij snap je niet helemaal. Wat is dit? Dit hier, wat is dit? Dat heet een... Auto. Stuur als hij. Dat is een stuurman. Dit heet toch een stuur of ben ik nou helemaal gek? Hey. Hoe heet dit? Dit is een... Zeg maar. Zeg dan. Dit is een... Auto. Ik weet niet of dit allemaal goed gaat vandaag, Bilo. Maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon proberen. Kijken of het gaat lukken of niet. Hey, wat moeten de mensen doen? Ze moeten... Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte mannen. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd... Zo'n tijd. Positiviteit. Aarde. Ja, dank je. Meen je dit nou? Je gaat auto rijden, je begint niet op te slapen. Hè? Wil je nog iets tegen de mensen zeggen? Zeg maar als je iets wil zeggen, zeg maar. Zeg maar. Ga maar zingen voor ze. Ga je zingen voor Khadija? Dames en heren, jongens en meisjes. Bilo heeft een liedje voor Khadija. Begin maar. Ja, dat is niet echt een liedje, Bilo. Ga maar zingen. Ga dan zingen. Hou, Khadija. Ik hou van jou. Wat is dit nou voor lach, jongen? Ga je nou zingen of niet? Hey, Bilo. Jongens, dit gaat niet goed. Wij gaan rijden. Najib, kom eraan. Rijschool expert. Wat doe je? Hallo? Nee!
Doe eens even rustig, man. Hallo, Akbar. Nee, wat? Brian Vlogs. Waarom doe je die deur dicht? Goedemorgen, Najim. Goedemorgen. Strijder, hoor. Gewoon op zondag aanwezig, in de ochtend en zo. Op Bilal altijd, hè? Holla? Ja, altijd. Strijder, man. Cameraman ook klaar maken. Maakt niet uit. Maakt niet uit, hoe laat je wil. Holla, je echt. Je ziet er wel chatje uit. Ja. Anders dan die motorman. Maar heb je al wel eens autorijles geven? Ja, dat wel, maar aan iemand met een handicap? Nee. Dus dit is de allereerste keer? Nee, ik heb wel eens iemand gehad met been of zo, weet je, dat die met één been kan bewegen. Of, ja, dan moet je een soort aangepast examen doen en aangepast lessen, maar voor de rest... Maar als je een hersenen hebt van iemand van twee, hoe ga je daarmee? Oh. Nou ja, dan gaan we het gewoon proberen. Die gaat mijn telefoon proberen te kraken. Pak je telefoon dan maar. Bilal. Bilal, is de telefoon. Bilal. Hallo. Ja, nee, twee billen. Hij gaat sowieso rijden. Ja? Maakt niet uit hoe, maar hij gaat rijden. Ja? Ik ben benieuwd, man. Hij gaat sowieso rijden. Oké. Geloof mij, hij gaat rijden. Die jongens zijn aan het trainen. Kom maar even rustig, man. Die jongens zijn aan het trainen. Even rustig, even kalm. Wow. Ja, oké, sorry. Wil je rijden of niet? Wil je auto rijden? Wil je auto rijden? Dan moet je naar de andere kant. Ga maar. Wow. Kom. Kijk, hoe zei je dan? En dat is snel. Oké. Ga maar zitten. Even wachten, jongen. Even wachten. Bilal, kijk, luister. Als je auto gaat rijden, wat gaan we als eerste doen? Wat moet je als eerste doen? Zit je lekker? Ja? Kom je bij die pedalen? Moet je me eerst uitleggen wat pedalen zijn, vriend. Ja. Kom je hierbij? Deze hebben we nodig zo. Kijk eens hier. Kijk, hier heb je een knopje. Moet je een beetje kijken. Als je hierop drukt, dan gaat hij naar voren. Zie je dat? Doe maar. Kom maar hier drukken. Hier en dan naar deze. Ja, en dan naar voren. Kijk. Ga door. Doe maar nog meer. Doe maar. Zo zat? Nee. Hij heeft hem alleen maar aan. Het is genoeg. Oké. En wat is deze dan? Wat is dit? Wat zei je dan? Koud. Okay. Maar het is niet warm, toch? Die billen zijn helemaal aan het zweten hier. Beetje wel koud. Arme baas. Kijk hoe zit hij dan. Oké, okay, Bilal. Oké. Ga je rijden? Ja. Oké. Nou, we gaan eerst even een beetje dat stuur draaien, ja? We gaan zo meteen eerst de auto starten. En dan gaan we een beetje het stuur draaien. Even kijken hoe die het doet, ja? Oké? Nou, dan moet je even die linker moet je indrukken, ja? Hé, hey, en hij staat aan. Zie je dat? Oké. Oh ja, rustig. Ja, doe maar sturen. Doe maar sturen, Bilal. Doe maar een beetje sturen. Hoppa, kijk. Hoppa. En nou de andere kant op. Ja, stuur. Ik wil de bus van mijn vader. Ja. Dat is geen stuurkracht. Transporten. Dit heeft hij zeker van je vader, sowieso. Ja, vader blijft. Ja. Doet papa ook zo sturen? Ja. En nou gaan we een beetje gas geven. Een beetje, ja? Ja, zo is genoeg. Juist, zo is genoeg. Ik heb een keer terug. Het is maar dat ik hem tegen ga. Ja. En dat is eerste versnelling. Ja. En dan doe je je hand weer hier. Oké. En dan gaan we de handrem eraf halen. Dit knopje even indrukken, wie dan? Naar beneden. Ja, goed zo. Hoppa. Ja, een beetje die kant op. Gewoon een beetje zo. Wat is dat nou? Dat is toch lijf? Ja, Bilal. Kijk eens. Oh, maar dit is gewoon Bilal, jongens. Oh, dat is echt leuk. Ja. En Bilal? Hè? Ja. Haal maar je handen aan je stuur, gek. Ja, 3, 2, 1.
En gaan! Oh, joh. Willem. Ja? Weet je wat we gaan doen? Nou? We gaan de weg op. Oké. We gaan de weg op. Grote weg. Nee, joh. We gaan echt de grote weg op, ja? Is goed? Let's go. Als ik zeg doe maar naar beneden, doe je me naar beneden. Als ik zeg doe omhoog, doe je me omhoog. Ja? Goed. Ja? Inshallah. Inshallah. Serieus, hè? Allah, ben je mijn vriend of niet? Ben je mijn vriend of niet? Huh? Oké, doe maar knipperlicht naar boven. Doe maar die naar boven. Die? Ja, die omhoog. Naar boven. Juist, goed zo. Oké. Okay. Wat een zegt. Gaan we even hier kijken of er niks aankomt. Komen er geen fietsers aan, Bilo? Nee. Niks? Oké. Komen er auto's daar links aan of niet? Nee. Ja, moet je wel kijken met je nee. Oké, okay, kijk eens nu of er niks aankomt. Ja, er komt niks aan. En we gaan. Dit is wel lijf. Oh, mijn red gewoon de weg als je nu checkt. Oh, hij zegt concentratie, zegt hij, ja? Hij zegt, hij wil... Hou je aan naar je studio? Ja, mama, ja, mama. Zal ik voor jou ijs doen? Maar ik zal je vertellen, Brian. Ja? Toen ik vroeger rijles, autorijles gaf, ja, zat ik ook echt zo, hè, met sommige kandidaten. Ja, dat meen ik serieus. Voor het begin is het gewoon heel lastig. Er zijn mensen die meer talent hebben en die wat meer feeling hebben, maar je hebt sommigen die hebben gewoon wat meer moeite mee. En dan moet je ook gewoon zo zitten. En dan kun je niet alleen maar op zo'n parkeerplaats zitten, want je moet ze ophalen van huis. Je moet ze dan daarna weer de volgende gaan ophalen. Ja. Dus je moet met ze de weg op. En dan moet je dit gewoon kunnen doen. Dan moet je gewoon multitasken. Je bent met hem bezig, met verkeer, met alles. Kijk eens voor je, joh. Hij moet hierop, ja, ik weet het. Even wachten. Waar gaan we heen, Bilal? Waar wil je heen? Eten. Eten? Ik wou je net dingen geven, wou je niet? Jawel. Waar wil je eten dan? Hamburger. Hamburger? Het is gewoon... Hamburger? Het is 11 uur 's ochtends, vriend. Je hebt net ontbeten. Goed. Wil je een broodje bij het McDonald's halen? Ja. Langs de McDrive rijden? Ja. Wil je dat? Ja. Oké, okay, gaan we even een broodje voor je halen daar. Wil je Abiba van Boef? Harder. Nog harder? Politie. Politie. Niet meer vies, maar ik doe gemene. In de club kom je moeder tegen. En ik wil snel weg, want we moeten wegen. En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen. Ga naar de McDrive, hè? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Raam open. Die? Ja, goed zo. Doe maar naar beneden. Heel goed. Goedemorgen, mag ik alleen? Goedemorgen. Hi. Goedemorgen. Hallo. Hi. Ik ga gedaan. Coco, koop geen raket. Mijn raket? Koffie. Ja. Welke koffie heb je, Bilal? Cappuccino. Cappuccino? Cappuccino? Ja. Ja? Ja, mag ik ook eentje? Ja hoor. Twee dus. Wil jij ja ook hoor, een? Dat was hem. Weet je zeker, mag wel. Cappuccino. Ja, drie. Vier, jij ook? Vier cappuccino dan, ja? Vier cappuccino. Ja. Dat was hem. Ja, ja, nou, dankjewel. Dankjewel. Voor de 9:60. Ja. Mag ik dat eerst eraan? Ja, thanks. Ja, doe maar raam dicht. Kijk. Hoppa. Hier, geef maar van haar. Dan gaat ze hem even scannen. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Super. Thanks. Dankjewel. Zeg maar daar, dankjewel. Wacht. Doei. Ja. Oké. Kijk eens, doe maar even open. Het raam open. Zeg maar goedemorgen. 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 Blijf nog even rustig. Ik vertel aan. Ja, goed. Dankjewel. Dankjewel. Ja, super. Dankjewel, hè. Werk ze nog. Dankjewel. Ik moet niet wat zeggen dan. Dankjewel. Dag, alsjeblieft. Doei, doei. Doei. Bro,
Oké, okay, wat zeggen we voordat we beginnen? Thee. Thee? Je hebt net een koffie op. Wat dan? Thee. Thee? Wil je thee? Ja. Nee. Wil je nog een keer een rondje? Nee. Wil je erin rijden een thee halen? Ja. Wat moet je zeggen voordat je stapt? Voordat we dan eten halen. Hè? Huh? Eten. Nee, nee, hoeft jawel. Niet. Nee, hoeft niet. Moet ik gaan rijden? Ja, lees goed. Zonder muziek dan, ja? Jawel. Ja, kom maar. Precisiewerk, jongen. Nee, we gaan die kant op. Nee, hier. Nee, nee, die kant op. Dat is leuk. Dit is ook leuk. Nee, hier. Hier is ook leuk. Nee, binnen aan de andere kant. Wielen, luister. Als we die kant op gaan, gaan we een stukje snelweg op. En als we die kant op gaan, gaan we geen snelweg op. Dus wat wil je? Nee, je toch. Snelweg of niet? Doe maar die kant op dan. Ik denk dat we niet naar richting Amsterdam gaan rijden, hè? Gaan we echt snelweg op? Nee, joh. Hij durft niet. Brian durft niet. Brian, durf je niet? Ja, nee, ik durf het niet. Je bent wel een beetje te stotteren, jongen. Hey, we moeten wel gas geven op die snelweg, dus. Doe maar even je voeten weghalen. Ja. Bilal op de snelweg! Doe maar een kniplicht aan, Bilal. Doe maar naar links, ja? Naar beneden. Ja, naar beneden. Goed zo. Oh, maar dat is ziek! Ja. En dan doe je weer uit, ja? Die vrouw denkt echt wat. Die denkt echt wat is er met hem dan? Knippen licht, we gaan hierin, ja? Ja, hier, ja, doe maar naar boven. Dit is wel ziek hoor, jongens. Hij was bijna een babytje weg. Ja, een beetje terugsturen, Bilo. Terug. Terug. Ja, doe maar. Yes, goed zo. Kijk, een beetje die kant op, klein beetje. Ja, klein beetje. Ja, doe maar weer terug. Doe maar terug die kant op. Nog harder. Nog harder? Ja. Heb je niet, genoeg, niet hard genoeg gereden? Jawel. Wil je nog meer? Gaan we? Ja? Ja. 3, 2, 1. Hé, hey, wat was dat dan? Weet je hoe hard je ging? Wel? Ja. Nee, 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 genoeg. Uitstappen. Hup. Hey, uitstappen. Kom nou, uitstappen. Hoi. Hey. Hey. Kom. Eruit. Eruit. Hup. Nesjip. Yo. Online, dit was echt gruwelijk. Ja. Online, dit echt was. Gewoon parkeerplek, we zijn de weg opgegaan en op de snelweg. Snelweg. Snelweg! Wallah, echt, hoe vond je het? Gruwelijk. Wallah? Wallah, gezellig. Ik heb echt, me kapot gelachen voor echt, ons. Dankjewel, man. Gezellig, Wallah, man. Echt, dankjewel. Ja, dit was gewoon even om Bilal te vermaken. Sowieso. Maar hij is gewoon expert. Meer zeg ik niet. Het is echt een expert, Wallah. Ja, echt, dankjewel. Wallah, dankjewel. En wat wil je jongeren meegeven? Eén, nee. Altijd ja. Positief blijven. Altijd doorgaan. Dat is gewoon mijn slogan. Knokken. Huh? Ja, je hebt gelijk. Ja, nooit opgeven. Ja, toch? En die wil. Deze man is echt... Je zou denken dat ik bekend was op Bilal, maar... In Leiden ben ik wel bekend. In Leiden wel. Ga je trainen? Hey, Bilal. Ja, met die jongen... Wat moeten de mensen doen? Ja. Bilal, wat moeten de mensen doen? Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Aarde. Nee, Bilal, niet doen. Het is vies. Het is even normaal. Zeg. Nee, Bilal, kijk uit, het is vies. Ik zou je auto pakken, broer.
Laat ik man, dankjewel. Wat gezellig, holla. Was echt gezellig. Nee, was echt ik top. Heb genoten. Holla, echt ik dankjewel man. Ja, we hebben... Mensen, vergeet niet te abonneren. En reisschool expert. Volgen. Wachten. Wat is dat? Nee, dat had niet gehoeven, jongen. Ha? Huh? Ja, 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 ja. Ik weet niet of je daar van dadels houdt, maar... Ja, sowieso, ik ben gek op dadels. Holla? Ja, ik ben echt gek op dadels. Moet je me even laten weten wat je de lekkerste vindt? Top, man. Oh, zoveel als heb je, oh. Ah, joh. Klein tasje. Oh ja, en ik had je nog wat beloofd. Een bal van... Ronnie Flex. Ronnie Flex? Gesigneerd door Ronnie Flex. Hij zal blij zijn, ja. Je moet hem echt... Zeg maar tegen hem sorry, man. Ja, geen probleem. Geen probleem. Ja, toch? Dankjewel, jongen. Leila had niet gehoeven. Ja, kom op, man. Huh? Leila lacht. Zo graag. Positiviteit of het liefde.